Hey kijkers van Whatever Gamers, welkom bij een nieuwe video van ARK. We zijn er vandaag weer met een aflevering op onze eigen server, onze eigen survival serie. Dus als jullie willen kunnen jullie ook gewoon komen joinen, want het IP staat in de beschrijving. Hey kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ARK. Vandaag gaan we een patchy themen. Ik zou zeggen 3, 2, 1. Loopt die achter me aan of niet? Nee, achter mij aan. Carlo aan. Ik kan niet meer kinderlokker komen, dat is wel kut. Au, au. Iemand help. En dan nog. You've been tranquilized, dank je Pieter. Nice. Dood? Oké, hij is een nokkie. Hij is nokkie. Mooi. Is hij Berisha, hè? Ik pak even wat kinderlokker. Ja, is goed. Mooie naam, hè, veel. Carlo. Jawel. Kinderlokker. Ik kan wel voorstellen, heeft hij straks opeens 300% movement speed. Ja. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Dat is zo erg snel. Trouwens, er loopt hier nog een. Wat een kinderlokker. Ja. Oh, level 60! Kijk jongens, dit is een kinderlokker. Oké. Okay. Mag ik de naam voor deze verzinnen? Ja. Maar wel hoor. Ik heb al een naam. En dan hebben we hier nog een trike jongens. Oh ja, daar zou ik wat voor maken. Titus. Dus ja, Titus heb ik ook best wel goed gedaan. Er lopen er nog twee meatbeesten, Carlo. Die kunnen we op ook nog drie zelfs. Die kunnen we killen en dan kunnen we zo'n zadel maken. Ja, goed plan. Hij kan alweer level up, hè, die trike. OP. Ik ga hem even killen, deze Fionia. Kom je helpen? Hij loopt richting onze beesten. Wacht, ik steek hem hier gewoon voor. Ik heb de trike een andere naam gegeven. Wat dan? Jan. Wacht, kan ik weer zien. We hebben nu een kinderlokker en een potloodventer. Geweldig. Ik moet even wat drinken hebben trouwens. Ik ben bang voor een Fiomiam. Fiomia. Hij is eindelijk dood. Ja, Fiomia. Moet ik hem een X geven per height, hè? Of Carlo? Wat zeg je? X geven per height. Kunnen we al een zadel maken voor een patchy? Weet ik eigenlijk niet. Ik zal eens kijken. Volgens mij wel, hoor. Ja, ik wel in ieder geval. Hoeveel height heb je nodig? Ik heb nu bijna... Ik vind die gasten... Ik vind die kinderlokker echt een baas. Dus er is een kinderlokkers baas. Pak je grap. Altijd. Ze kunnen niet springen. Oh jawel, ze kunnen wel springen. Alleen hebben ze heel veel stamina voor nodig. Hier ligt ook nog zo'n vogeltje die je op de schouder kan. Zo, hij heeft even zitten staan schijten. Lekker, ik top. Ik heb een soort wachtkak met je hoofd achter. Medium animal feces. Short, blijf stilstaan. Stil. Hier, kijk je mij. Nou jongens. Het gaat best wel nice. Bijna. Oh ja, we zouden het huis gaan upgraden jongens. Dat wilden we doen, hè? Oh ja. Hij redt gewoon niet eens sneller dan Pieter. Wel, hij rent wel sneller, jij. Ik doe nog even wat... Vampuur. Even water halen met mijn waterzak. Je bent gewoon een zak. En bedankt. Oh ja, trouwens jongens, ik weet niet of jullie dit al hebben gezien, maar ik heb een metal axe en die heb ik gekregen uit die raptor net. Lucky bitch. Nou Carlo, waar zit al het high trouwens? Verdeeld in chest, ik weet niet precies waar. Dus is het, de chest waar je net hebt, daar zit ook high? Okay. De chest waar je net op gepoept hebt. Ja, hij heeft net op een chest. Ah, ik moet toch ook af en toe schijten, jongens. Oh, hier zit ook tering. What the fuck? Oh, ik heb hem getamed. Hoe gaan we hem noemen? Eens even denken. Ik pak jou. Oké, jongens, laten we Stone Foundations gaan maken.
Hoe, ik weet niet hoe ik die, die patch moet noemen. Even denken hoor. Jongens. We hebben wel even wat, wat stone nodig zo. Ja. Ik ga het zo wel kijken. Heb je nog genoeg stone? Of... Nou, nee. Lange na niet. Pieter, hoe zal ik hem noemen? Noem. Ja, wat? Heb je wel een patchy zadel, Carlo? Ik een patchy zadel? Ja. Nee. Maar we moeten echt even stone hebben, jongens. Kan iemand dat even snel regelen? Ja, dat kan ik. Oké, ik heb hem een naam gegeven. Mooi. Hey. Ja, ik heb zelf aan. Oh nee, gedaan. Kut. Oh, ik dacht even dat mijn arm ging crashen. Moet je kijken hoe die heet. Wat ben je aan het doen? Oh, je bent een stone bals aan. Yep. Kijk hoe die heet. Kijk dan. Hey. Kijk dan hoe die heet. Jongens, we hebben echt even stone nodig nu. Ja. Of het halen zou ik zeggen. Dat maakt. Voor hout. Maar hout heb ik genoeg, te veel zelfs, maar. Ja. Ik moet nog meer hout hebben. Ik moet nog 100. Heb je nog 100 hout voor mij? Kijk maar in die grote chest. Ik kan niet meer lopen. Wat is dat? Nee, er zit er genoeg in, Carlo. We breiden gelijk het huis uit, jongens, nu. Dus dat komt wel goed. Hij heeft wat hout. Daarom. Carlo, ik heb even 100 hout nodig. Ja, Pieter, ik heb even een paar duizend steen nodig. Nog voor de vierde keer, maar goed, het maakt verder ook niet. Er loopt hier trouwens een vogel. Zo, dan weet het. Ja, ik weet het, maar kunnen we even weinig mee. Vinden we toch wel weer een keer als we hem nodig hebben. Heb je alweer stone, Sjoerd? Yep. Nice. Carlo, kan je van 200 hout regelen? Nee, Pieter, drop gewoon en haal het. Ik kan toch ook niet alles doen? Hier. Ik kan het jou doen. Waarom dat ik kleiner ben als jou? Hoe kan Carlo nou een racist zijn? Hij is zelf een... Hebben we nog Thatch of niet? Ik. Please, zeg dat iemand Thatch... ja, lekker shoot. Zeg dat iemand Thatch heeft, please. Nee. Pieter, kan je het achter in de chest doen een beetje? Ik wil het zelf. Oké, wacht. Wat heb ik over? Ja, wat is nou fucking belangrijker? Dat huis of... Ik wou net zeggen, wat de fuck wil je überhaupt maken? Warmdrum zeker. Ja. Hij wist het. Eigenlijk wel, ja. 100 hout behaald. Wacht, ik kan gewoon lopen. Kinderlokker heeft weer een upgrade. Ik kan hard lopen. Nu heeft hij bijna 150 movement speed. Nou mogelijk naar een boom te gaan. Moet je bij lopen, dat is bijna in het echt zo snel nog van. Kijk dan. Oh, dat is echt niet normaal. Bij het huis. Ik ben 2 minuten geleden vertrokken. We hebben nog meer stone nodig, jongens. Okay, ja, ik ben stik aan het Ark is ook zo'n droog spel, hè, soms. Echt, ik kom naar een boom toe. Ik roep deze hoe mijn karakter op dit moment loopt. Vind ik ook mooi. Ja, gewoon... Zo loop. Juist. Ja. Yay, level up. Je overal schiet met vliegen. Ik ben bijna level 20. Ik ben onderweg naar een boom. Ik ben een beetje te zwaar om op kinderlokken te zitten. Hij heeft er ook niet zoveel, dus hij zit er zin meer in. Kom kijken. Nee, Carlo, ik wou die boom hebben. Moet je komen kijken. Ik ben nu al richting het huis. Ja, moet je naar mij toe komen dan. Je helpt me toch wel in. Ik doe echt... stap. Nee, ik wou die bomen. Kut, Carlo. Faggot. Jongen, zie hoe slow mijn is. Dat is misschien normaal. Even wat bomen ver weg. Oh, fuck, bomen. Alleen je hakt ze allemaal weg waar ik heen loop.
Ik heb er één weggepakt. Ah, dat is één pil. Daar ben ik nu bijna. Waarom zeur je zo op mij? Ik doe het in die voorste grote kist. Oh. Kijk dan, ik loop er al iets van 2 minuten. Waarom drop je dan niet even 100 hout en loop je dan en loop je terug? Dan was je echt 10 minuten klaar geweest. Dat maakt niet uit. Oh ja, goed, dan goed. Je moet alleen nog 100 hout krijgen van deze boom. Eigenlijk zijn dinosaurussen gewoon dingen van luiheid. Omdat wij te lui zijn om te lopen, ja, gaan we dino's temen. Het is eigenlijk wel zo. Nee, maar ze zijn sneller. Dat is mooi. Ja, dus lui. Ja, lui. Ik heb een kutleven. Dat wist je wel. Oh, what the fuck. Je bent ook niet aardig voor mij. Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal volkomen 100% gelijk in. Volkomen 100%, dat is een beetje dubbelzinnig. NOM. Ja, nou en? Ik moet het stapje voor stap eerst 100 hout droppen, dat weer oppakken en dan vooruit gaan. Naar de volgende boom lopen. Oh wacht, ik zit net langs een boom. Ebola. Nee, nu kan ik weer niet lopen. Nu moet ik naar dat ene houtpakketje weer lopen. Zo. Loop. Pak deze op. Kinderlokker heeft weer gescheten. Ja. Nou jongens, wij bouwen het huis even af en dan zien we jullie weer de volgende aflevering. Hij komt dat riggeltje niet eens op als het zwaar is. Oh, jongens. Nou, wij bouwen het huis even af, want het gaat nog wel even duren. De opname is al vrij lang. Dus tot de volgende keer, jongens. Ja. Houdoe. Doei. Doei.